Staat je mooi, de jurk? Oh, bedankt. Dag, mama. Lieverd. Dag. Mam. Hi. Zo. Stel je me even voor. Ja, mam, dit is Malou. Malou, dit is nou mijn moeder. Ja. Diana Luzack. Leuk je dat ontmoeten, Malou. Ja, zeker. Alex heeft veel over u verteld. Leugenaar. Heb je zo nog een feestje? Sanne, doe mij ook maar een lekker glaasje wiet. We zijn al mee bezig. Bedankt, Paul. Alsje. Zo. Malou? Nee, dank je. Ik krijg altijd van die rode vlekken als ik rode wijn drink. Maar goed, ik heb mezelf dus uitgekocht. Het was niet echt meer een uitdaging voor me. Oh. En wat is je volgende uitdaging dan? Oh, ik ben er met heel veel dingen bezig. Misschien wel iets. Mam, waar is pa eigenlijk? Ja. Shanghai. Jullie moeten allemaal de hartelijke groeten hebben. Oh, zo. Shanghai weer. Ja. De derde keer dit jaar volgens mij. Ja. Nou, ik weet wel waar ik van de zomer heen ga. Nou, dan ga ik met je mee hoor. Ja? Ja, zeker. En je ouders wonen nog steeds in Colombia? Brazilië. Mijn moeder die runt daar een onderneming. Oh echt? Ik conserven. Ze zit in de conservenbusiness. Ja, echt heel interessant allemaal, maar ik wou gewoon meer de wereld verkennen. En dus kom je naar ons kleine, fijne Nederland. Zeg, hoe is het eigenlijk met je vader? Nou, ik hoorde dat hij weg was bij het AZB. Ja. En mijn buurman kent hem van de tennisclub vandaar. Oh, mam, okay. Volgens mij is het even niet zo'n gezellig onderwerp, oké? Nee, is oké. Okay. Hij heeft een alcoholprobleem. Ja, ik begreep al zoiets. Ja. Ach, dat zal niet makkelijk voor je zijn, hè? Als ik iets voor je kan doen. Heb ik jullie al verteld dat Karel van Heker een nieuwe vriendin heeft? Al maanden. En Cecile wist van niks. Het is toch vreselijk als je zo bedonderd wordt? Ja. Nou, misschien dat Cecile het wel zelf nagemaakt. Zou kunnen, toch? Hij heeft een of ander jong ding aan de haak geslagen. Met zo'n décolleté natuurlijk. Hey. Dat jij het nog opneemt voor zo'n vreemdganger. Pardon. Ja. Sorry? Jij bent normaal zo'n trouwe hond, toch? Dan kan jij nog een voorbeeld aan nemen. Ja, Alex. Luisteren naar je moeder. Zeg, gaan we zo nog even kijken naar die club van je. Kan ik eindelijk die bazin van je ontmoeten? Ja, alleen die werkt vanavond niet. Nou, dan doen we een drankje. Ja, goed idee. Ik wil nou wel eens zien hoe jij je nuttig maakt. Wel ja, zeg. Dat loopt hier maar gewoon rond alsof er niks gebeurd is. Hoe durf je? Mijn kleinzoon was bijna dood geweest. Mevrouw Wertheimer, daar heb ik ook echt ontzettend spijt van. Ja, en wat heb ik daaraan? En wat heeft Pascal eraan? Die heeft moeten zien hoe junior... Het arme kind, dat zal die nooit meer vergeten. Nu ik weet dat ik jou niet meer vertrouwen kan, kan ik ook niet meer met je werken. We hadden het nooit zo ver mogen laten komen. We zijn compleet doorgeslagen, allemaal. U ook. Alex? Nee, maar zeg, hebben we een feestje vanavond? Waar haal je de gore moed vandaan? Ik kon er niet langer tegenhouden. La vie bohémienne. Ik snap het wel, hoor. Ja, mam. Zullen we nu even gaan? Ah, je moeder. Dag, Bettina Wertheimer. Ah, Diana Luzack. Leuk om je te ontmoeten. Ze wou graag zien waar haar zoon werkt. Wat een prettige verrassing. En? Gedraagt hij zich een beetje? Dat vind ik nog grappig dat u dat vraagt. We hadden het er net over, nietwaar, Alex? Nee, zijn werk doet hij uitstekend, hoor. Wat dat betreft heb ik geen klachten. Stom dat ik je ben vergeten. Tja. Wil je niet nog iets drinken? Nee, dank je, lieverd. Ik moet gaan. Je vader die belt zo. Ja, ik breng je wel eventjes. Ben je gek? Neem een taxi. Blijf hier nog maar lekker. Dag, Malou. Was leuk je te hebben ontmoet. En succes, hè, met je plannen. Dank u en tot de volgende keer. Ja, tot een volgende keer. Ze is weer geen blijvertje, hè? Nou, geniet er maar van. Mwah.
Dag, lieverd. Dag, mam. Zo, dat hebben we ook weer gehad, hè?